11 oktober zat er een bijzondere bioscoopavond gepland. Wat gaat er gebeuren die dag? Dan hebben we Gijp Night. Dus dat zijn twee vermeende homofobe films. En die gaan we bekijken. En dan gaan we eens kijken of dat destijds terecht was dat er zoveel om te doen was. Waarom is het Gijp Night genoemd? Nou, René van der Gijp die kwam natuurlijk in het nieuws onlangs door een aantal uitspraken die door heel veel mensen als homo-onvriendelijk of zelfs homofoob bestempeld zijn. En de films die wij gaan laten zien, daar is hetzelfde mee gebeurd. Dus dat vonden we wel een goede link tussen de twee. Ik zag net even de filmposter. Meneer van der Gijp staat er ook op. Wat vond u daarvan? Nou, het is bij Voetbal International langsgekomen en volgens mij moesten ze er wel om lachen. En dat is volgens mij de beste manier om ermee om te gaan. Is hij uitgenodigd? Nou, ik heb in ieder geval aan Wilfred laten weten, heb ik gevraagd of hij mij uit wil nodigen. Of hij dat gedaan heeft, weet ik niet natuurlijk. Ik ben niet van plan om een vuur aan de schenen of zo. Nee hoor, helemaal niet. Hij is van harte welkom.